Ik ben op bezoek geweest op Texel en in Den Helder. Op Texel hebben de mensen van het Waterschap Hollands Noorderkwartier me laten zien hoe mooi de Prins Hendrik Zanddijk is geworden. Dit was een normale dijk, zo'n dijk die je wel kent langs de Waddenzee. Maar door bouwen met de natuur, door er een soort duinlandschap van te maken, is deze echt prachtig van kwaliteit geworden en weer rijp voor een hele veilige toekomst. In Den Helder heb ik kennis gemaakt met iedereen die betrokken is bij de havens in het Waddenzeegebied. En dat gaat natuurlijk over de scheepvaart, over de visserij, en die zijn allemaal actief in een gebied waar natuurlijk best wel wat dilemma's bij elkaar komen. Want het Waddenzeegebied heeft een enorme schoonheid van de natuur, en daar komen ook weer toeristen en recreanten op af. Maar ondertussen zijn er ook bedrijven en inwoners van de Waddeneilanden die daar op een goede manier hun boterham willen verdienen. Nou, die belangen die proberen we allemaal zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. En er gebeuren natuurlijk heel veel mooie dingen in die havens. Men is bezig met verduurzaming. Ik zag ondertussen nog even een nieuwe waterstofboot die ontwikkeld is voor coaches van zeilwedstrijden. Maar ook op het grotere werk is er een enorme verduurzaming aan de gang. Bijvoorbeeld over de offshore activiteiten om wind op zee meer mogelijk te gaan maken. Nou, kortom, het was een bruisende dag met heel veel energie en heel veel innovaties.